Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal en welkom bij de Allemaal Draadjes podcast. Het is weer een weekje geleden. Ik ben nog iets vergeten te pakken. Oh, dat is ook weer altijd hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. Ik zet jullie op pauze, ik ga het eerst pakken. Zo, hier ben ik waar. Welkom op mijn kanaal, welkom bij de chaotische Allemaal Draadjes podcast. Ja, kijk. Hier ben ik weer. Het is weer een weekje geleden. Ik ga jullie een beetje vertellen over wat ik allemaal heb gedaan de voorbije week. Natuurlijk hadden we vrijdag de Secret Santa op het werk. Oké, maandje na de echte kerstmis. Maar ja, kijk. Who cares? We hadden vergaderingen en in de pauze werden er allemaal cadeautjes uitgewisseld. En ik ging natuurlijk vingerloze wanten maken voor mijn collega. En dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Dat was niet altijd zo simpel om te doen. Maar ja, het is gelukt. Ze zijn afgeraakt. Ik heb ze zelfs nog kunnen wassen. Ze waren droog. Ja, maar ik heb ze nu niet, hè. Ik kan ze niet laten zien. Maar ik heb ze natuurlijk al afgegeven. Ik zie hier zo nog een groene dingen. Daar vertel ik ze beter over. Ik heb ze al afgegeven, hè, maar ik heb wel een foto gemaakt. Dus ik ga kijken of dat ik ze hier ergens kan invoegen, de foto. En dan kunnen jullie ze wel zien. Ik kan wel de wolletjes nog laten zien die ik gebruikt heb. Ik heb een bolletje drops alpaca gebruikt en een bolletje handgeverfde wol. En ik denk dat de basis de wol van Langjans was. Met mooie tinten. Ging ook perfect samen met dit oranje. Ja, hier zat ook een beetje... Ja, echt oranje zat er niet in, maar een beetje geel en bordeaux en bruin. En ja, hele mooie herfsttinten. En... ja, mijn collega was er super blij mee. Ze zag mij komen met mijn cadeautje voor haar en ze dacht al, ja! Ze was echt al kei blij, want ze wist dat ik ook iets zelf gemaakt ging hebben natuurlijk voor haar. Ze vond de kleur fantastisch. De kleur was helemaal haar kleur. Dus ik hoop dat ze zoveel gaat dragen. Ik heb haar ook wel eventjes gezegd dat ze ze absoluut niet in de wasmachine en in de droogkast mag steken. Want dan gaan ze niet meer echt passen voor haar. Die dag waren er een hele hoop collega's ziek. Dus jammer genoeg waren er ook een aantal collega's die niks hebben kunnen geven of die niks hebben kunnen krijgen. Maar dat komt zeker en vast allemaal prima in orde. Ik heb zelf wel iets gekregen. Ook iets waar ik kei blij mee ben. Ik heb het al gebruikt, dus ik heb het niet meer in volle glorie hier. Maar ik ga ook zien of ik een foto kan posten en dan ga ik het laten zien. Het is een tas. En er staat een haaknaald en een bolletje wol op. Aan de ene kant. Dan staat er mijn naam op. Ik weet eigenlijk niet of dat jullie dit nu... Ik zie het in spiegelbeeld, maar misschien zien jullie het wel te goed. Geen idee. Dus mijn naam, Joke, staat erop. En aan deze kant staat er een bolletje wol en breinaald erbij. En ze heeft die zelf beschilderd, deze tas. Fantastisch, toch? Oh, ik ben er echt blij mee. Ik heb ze al gebruikt. En er zaten nog... chocolademelk... lollies in, nog een witte, maar die heb ik dus al opgegeten. En nog een, nog marshmallows. Nu, ik moet eerlijk zeggen, marshmallows in de chocolademelk, dat is niet zo mijn ding, maar ik lust ze wel graag, gewoon om op te eten. Dus dat ben ik ook zeker en vast aan het doen. Dus dankjewel, nog een keertje. Echt, kei leuke beker, kei mooi. Die wordt zeker gebruikt. En die gaat vooral niet in de vaatwasser. Want ik denk,
Ik denk dat bekers die zelf beschilderd zijn, daar niet zo heel goed tegen kunnen. Dus al bij al een super geslaagde Secret Santa. Heel gezellig, heel fijn. Zorg toch een beetje voor verbinding. Wij werken allemaal op verschillende locaties, dus het gebeurt dat je bepaalde collega's echt niet zo vaak ziet. En dan zijn zo'n momentjes wel tof. Dus ja. En we hadden ook allemaal iets meegebracht voor het middageten. Ik ben zelf helemaal dol op kaas. Dus ik had van onze kaaskraam van de markt op de markt een aantal... toch wel speciale kaasjes meegenomen. En dat werd ook wel heel erg geapprecieerd. Dus dat was ook fijn. Dus al bij al was het vrijdag een hele fijne afsluiting van de week. Vermoeiend ook, want zo'n vergaderingen kunnen wel best pittig zijn. Maar ja, kijk. Dat hoort er een beetje bij, hè? Dat hoort een beetje bij werk. Dus ik had een finished object die ik dus niet kan laten zien. Jammer, maar helaas. Dan, wat heb ik nog gedaan? Ik heb een beetje gebreid en ik heb ook geverfd en ik heb ook gesponnen. En de string die ik gesponnen heb, ligt dus nog daar op tafel. Hoe dan? Hoe dan? Die ga ik ook nog even halen. Zo. Zal ik met spinnen beginnen? Ja, misschien wel, hè. Een haar. Staart. Flappert. Ik heb geen staart, ik heb zo'n klem in mijn haar. Soms hou ik niet van los haar. Soms wel. Meestal niet, eigenlijk. Ik heb gesponnen. Wij zijn niet vorige zomer, maar de zomer daarna, 2022 dus, naar het mooie Ameland geweest. En daar had ik... wol gekocht. Ik had daar strenge wol gekocht, maar ik had daar ook spinwol gekocht. En die heb ik gesponnen. Die is helemaal klaar. Mooi wit. En ik wil eigenlijk dit gebruiken voor de yoke in een colorwork trui. En de trui zelf, die ga ik... die wordt... op. Ik heb bont schaap gekregen en die ben ik nu aan het spinnen. En dan wordt dat de trui en dat wordt de yoke. En de yoke gaan schaapjes zijn. Ja, schaapjes. Ik ga schaapjes breien. Ik ga kijken als ik nog een foto vind van de trui, dan zet ik die hier ook bij. Gaat mooi zijn, denk ik. Schaapjes. Die trui heeft trouwens, Elske van bij Elske, heeft die voor haar dochter gebreid. Het is diezelfde trui. En ik kwam op het idee door Chantal van Bonte Wol, het ruige huis, Bonte Wol. Die wilde een trui breien met in de yoke herten. Herten of rendieren. Nee, herten denk ik dat het zijn. En ja, dat vond ik ook een heel tof idee. Maar ik dacht, schaapjes zijn ook wel leuk. En toen ben ik gaan kijken naar een trui met schaapjes. En ik weet nog dat Elske toen zei een inbreiwerk met schaapjes was eigenlijk blijkbaar moeilijk om te vinden voor een patroon. En... ja, dat klopt inderdaad. Ik vond eigenlijk ook alleen maar het patroon dat zij gemaakt heeft met schaapjes. Ik vond het eigenlijk wel gek, want wol en schaapjes en... maar ja, kijk. Dus ik denk dat ik die ga maken. Ik kan nog veranderen, hè, want ik moet mijn wol nog helemaal spinnen. Ay, deze is klaar. Maar van het bont schaap, die moet nog helemaal gesponnen worden. Ik heb ook geen idee. Ik weet niet of ik deze nog... Een heel stuk gras. In mijn bont schaapbed. Ik weet ook niet of ik genoeg bont schaap heb, maar dat is niet erg. Ik heb nog andere bruine wol. Dus dat komt allemaal goed.
Ik heb nog zwartbles ook, dat is waar. Die heb ik ook nog. Die kan ik er nog voor bij gebruiken. Wol genoeg hier in huis voor een trui. Dus dat zijn een beetje de plannen, daar ben ik mee bezig. Maar ja, als je alles moet spinnen, twijnen en dan breien, ja, er kruipt wel wat tijd in. Ik ben ook aan het verven geweest. Ik had zaterdag ineens... Wacht. Ik ga het anders vertellen. Ik ben bezig aan de Ginger Headband van Adorable Knits, Dorothy. Ik weet nog altijd niet zo goed wat ik hiervan moet denken, want zoals je ziet... ik denk zelfs als je hem zo houdt, dat hij blijft staan. Net niet, maar het scheelt niet veel. Dus ik weet het niet. Ik ben het aan het breien met een bol van de Zeeman die ik eens ooit gekocht had. Ooit, echt lang geleden. En dat waren toen bollen waar... ja, je had zo van die hele grote bollen. Dat was gewoon acrylgaren, maar hier zit ook een beetje wol in. Nu, ik heb gezocht naar de wikkel, maar... ik kan hem niet vinden. Nu, ik ben ook niet zo'n wikkelbijhouder, dus het is ook niet zo raar dat ik hem niet kan vinden. Ik brei het ook dubbel draads, maar het wordt echt heel stijf. Dus ik weet het niet. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel grappig om te breien. En ondertussen leer ik de steek een beetje kennen. Dus het is fijn. En ik denk eigenlijk zoals... ja, het is ook niet mijn kleur eigenlijk, hè. Zoals hoofdband. Maar zwart. Maakt niet uit. Ik wil eigenlijk ook, in dit patroon is ook een trui. Ik heb het patroon ook al gekocht en die wil ik eigenlijk gaan breien. En ik was op zoek naar wol voor dat patroon. Ik wou iets een beetje rustiek, een beetje, ja, niet... Zij zelf heeft hem in het crème, wit crème-achtig gebreid. En dat is wel heel mooi, maar ik ben heel bleek. En... daarom dat ze ook er... ja, is misschien ook niet helemaal mijn ding. Maar wit is ook niet mijn ding om... ja, als yoke is dat nog een verschil, hè. Want dan heb je daar... hè, zo, kijk. Dan heb je daar een stuk donker en dan wit en dan... ça va. Hè? Maar zo tegen mijn gezicht... ja, er zijn twee dingen waar ik mee moet opletten. Dat is wit en zwart. Dit donker, ik kan wel donkere kleuren hebben, want dit is donker, maar echt zwart. Dan denk ik altijd, Joke, je bent al dood, maar je weet het nog niet. Dat flatteert niet echt. En met wit heb je een beetje datzelfde effect. Dan is het ook een beetje, zeker nu zo in de winter, dan is het ook echt een beetje van, Joke, je bent al dood, maar je weet het nog niet. Zo bleek ben ik dan. Dus een witte kabeltrui gaat het voor mij niet worden. Ondanks het feit dat ik dat wel mooi vind, omdat die kabels daar natuurlijk heel goed uitkomen. Maar ik wilde dan wel iets van kleur. Maar welke kleur dan? Ik heb al een blauwe trui, dus dat wil ik eigenlijk niet. Alleen een handgebreide blauwe trui. Ik heb eentje in het roos met wit. Ik ga dan die bruine maken. En ik ben al zo'n tijdje aan het zoeken naar het juiste garen, maar ik vind het niet. En nu, van de week dacht ik, ja maar, Joke, je hebt hier keiveel wol liggen als je die nu eens gebruikt. En als je die dan gaat verven. En dat is hetgeen dat er hier staat. Dus ik heb zaterdag mijn verfpannen opgezet en ik heb die wol geverfd. En kijk, dat groen, dat gaat wel, hè. Allee, vind ik, hè. Ik heb het geverfd. Ik heb allerlei soorten groen die ik had. Deze een beetje feller groen. Er zit ook wel wat... wacht, hè. Er zit wat blauwer groen. Het is een beetje blauwer. Er zit wat... hè, deze ook. Is ook wat meer blauwgroen. Een beetje naar de tiel op. Eigenlijk wil ik een beetje zoals deze trui, maar dan wat lichter. Dus ik heb deze is dan een beetje feller groen. Die verf heet ook Granny Apple. Zalig, hè? Ik heb ook meer een beetje... maar dat heb ik hier nu niet, een beetje meer... dennengroen. Ja,
heb ik geverfd. Een hele berg. Ik had eigenlijk zelf niet door hoe een groot een berg. En ik heb vanmorgen mijn kaartmolen nog eens terug boven gehaald. En ik heb allemaal van deze bits gemaakt. Wacht eens kijken of dat ik... Eigenlijk wil ik dat gewoon zo wel aandoen. En je ziet... Ja, je ziet hier zo een beetje die spiekeltjes van die... Ja, dat is wat meer geelgroen. Dan zie je hier... Nee, dat was de schaduw. En zo wat meer blauwgroen. En er zit ook wel wat dunne groen. Ja, dat is ook meer blauwgroen. Alleszins, ik heb allemaal van die bads gemaakt. Met verschillende kleuren groen. Er zit ook nog een heel klein beetje bruin bij. Ik dacht dat dat wel een goed idee was. Maar ik weet nu niet of dat per se iets toegevoegd heeft. Ik heb er ondertussen... Ik denk 6 gemaakt en ik heb nog, dat is maar een halve, dat is maar 50 gram. Deze die ik hier heb laten zien, dat is 100 gram, maar hetgeen dat in mijn bakje zat is 50 gram. En ik heb daar nog 1, 2, 3. Dus ik denk, ik heb al zeker 600 gram en ik heb nog, denk ik, nog 3 er liggen. Dus nog 300 gram en dan nog 50 gram. Dus ik heb... Ja, pakt 950, want ze zijn niet allemaal echt 100 gram. Pakt 900 à 950 gram wol dat ik kan gaan spinnen. Ik denk, ja, daar moet ik toch een trui van kunnen breien, denk ik. Ik was ook nog eerst aan het denken om het groen te twijnen met bruin. Wacht, we gaan dat proberen. Hè. Ik heb hier... Een stukje bontschaap liggen. Ik heb hier een plukje groen. Als ik dat nu... Even zo wat draaien. Natuurlijk niet echt gesponnen. Maar zo. En als we dat dan... We pakken dan nog een stukje bontschaap. En als we dat nu een beetje samen doen, zo. Dan krijg je natuurlijk zo een... Maar dat gaat misschien... Ja, ik weet het niet. Als je dan kabels... Voor kabels heb je eigenlijk toch wel een beetje een effe kleur nodig. Als je kabels goed wilt laten uitkomen, dan heb je deze natuurlijk ook niet effe. Maar als dat gesponnen is, gaat dat wel wat meer effe worden. Dan gaat dat wel een effe draad worden, zeker als het getwijnd is, waarmee een beetje diepte in. Dus dat gaat wel mooi zijn. Maar echt een gemêleerd garen en kabels... Dat matcht niet helemaal goed, omdat je dan, ja, dat die kabels niet meer mooi uitkomen. Dus dat zijn eigenlijk mijn truiplannen voor komend jaar. 2 truien maken waarvan dat ik eigenlijk nog alles moet gaan spinnen. Maar wel leuk, want een handgesponnen trui dragen, denk ik, is wel... Ja, ik heb er al eentje. Ik heb er 2 zelfs. Nu, die ene draag ik niet zoveel, omdat die is vrij zwaar geworden. En die andere is eigenlijk zo net te krap. Maar, dat maakt toch niet zoveel uit. Komt wel goed. Allee, die draag ik in huis. Dat is die grijze zo. Die hebben jullie al wel gezien. Dat grijs golfje. Allee, cardigan. Golfje. Golfje noemen wij dat ook. Een cardigan of een golf. Ja, kijk. Je bent van Antwerpen of je zegt het niet, hè? Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje mijn plannen voor dit jaar. Ik wil eigenlijk echt nog... Ja, ik ben echt zo wel in het trui breien. En daarbij vergeten we maar eventjes hoeveel projecten dat er ondertussen nog daar en daar en daar en overal liggen. Stilletjes aan. Want ik had... Komen we wel ergens. Goh, als we maar bezig zijn, denk ik. Hier heb ik trouwens ook nog een beetje aan gebreid. Ik brei zo af en toe zo eens 1 patroonherhalingje. En ik denk, dan raakt dat op den duur ook wel eens af. Maar ja, ik zit hier een beetje helemaal in de knoop met al mijn draden. Waar ben ik nog mee bezig geweest? Allee, om eerlijk te zijn, gisteren. Maar ja, dat telt ook, hè. Gisteravond nog even. Dat is de cactussokken van mijn dochter. Die komen uit... Dit boek van de Breiende Mannen. Dat is het eerste boek
En ja, die zijn van mijn dochter. En die mogen eigenlijk wel eens af zijn. Ik heb nu gemerkt dat ze terug haar handgebreide sokken aan het dragen is. Dus daarmee had ik gisteren zoiets van... Oké, dan brei ik verder aan sok nummer 2. En ik probeer dan mij een beetje te beperken in zo 1 patroontje. En dan mag ik terugstoppen en iets anders doen. Om een beetje te voorkomen dat ik het helemaal beu ga worden. En dat werkt eigenlijk wel. En dan heb ik nog aan een laatste project gewerkt. En dat is natuurlijk de trui voor mijn man. En ik weet het niet. Was vorige keer... Ja... Nee, ik denk niet dat mijn mouw af was. Maar nu heb ik maar 1 mouw. En ik heb 2 mouwen. Yes, yes, yes. Joepie, joepie, joepie. Ik heb voor de 2 mouwen kwam ik net niet toe. Ik denk dat ik de boord heb ik nog in een ander bolletje moeten breien. Dus ik kwam net niet toe met 1 bol voor de 2 mouwen. En ondertussen heb ik... Dus ik heb de mouw afgebreid en ik heb ongeveer... Laat ons zeggen een toer of 20... aan het lijf verder gebreid. Ik heb er geen steekmerking in. Ah, wacht. Ik zal dat anders doen. Ik ga er eentje insteken en dan weet ik tenminste nog volgende week waar dat ik was. Ik heb hier normaal gezien er eentje in zitten. Als ik hem eruit kan pakken. Ik had mijn steekmarkeerders vroeger in een... ik heb die zo in een kartonnen doosje. Maar... Ik gebruik nu deze. Om ze in te steken. Eigenlijk ook een heel gemakkelijk blikje om ze in te steken. En dan gaan we... wat heb ik hier? Nu ook zitten broddelen. Precies, een steek. Wat is dat nu? Ik heb hier precies een steek over geslagen. Of... Ja, inderdaad. Goh, ik kan 2 dingen doen. Wacht, hè. Ik ga het laten zien, hè, wat ik heb gedaan. Ziet je het hier? Maar ja, het is al een stuk, hè. Zou ik de steek laten vallen en durven oprapen? Zou ik kunnen doen, hè. Maar ik zou het ook niet kunnen doen. Wacht. Ben je weer moeilijk aan het doen, ze. Ja, gevonden... Waar ik hem wou insteken. Dus. Klik, klak. Ik ben niet zo goed in vandaag. Heel fijn werk. En ik wil eigenlijk. Ja, hé, dat is zo'n. Kan je dat zien? Dat is zo'n haakje. Ik heb het nu openstaan. En dan wil ik rond de steek floepsen. En dat gaat niet zo goed. Ja. Gaat hem maar rondvloepsen. Nog 1 poging. En anders dan... als het nu niet lukt, dan... Ja, ja, kijk ze. Meestal als gezegd, deze de laatste poging, dan lukt dat ineens. Ik heb nog... Een rommelige bol. Nee, ik heb geen idee hoeveel dat dit nog is. Mijn man is ook deze week, heel de week in Duitsland. Dus hij kan niet passen. Dus ik ga zien hoe... ik ga gewoon breien zoals het patroon voorschrijft. En dan... ik zie dat er zo toch een beetje poling in zit. Hè? Zit je aan die groene steekmarkeerder? Daar zit zo wat een lijn. Hier, hè. Wacht, hè. Hier. Voor de rest niet, hè. Maar daar wel even. Maar maakt ook niet uit. Ik vind dat zelf niet zo heel erg, een beetje poeling. Dus ik ga breien en we gaan zien. Hè. Ik had nog die ene streng, nu is het een beetje lichter eigenlijk buiten. Ik had nog deze, ik ga hem eens even zien. Oh, het is toch wel echt heel ander blauw. Hè. Nou, we gaan zien. Ik kan mij er nu nog niet te druk in maken. Dat wijst zichzelf wel uit.
ik denk dat dat bolletje dat ik nu in de Steven West heb zitten, dat dat mooier is. Dus heel misschien ga ik dat wel gebruiken. Ik ga het wel moeten zien. Ik weet het nog niet. Ik ben niet zo'n planner, dus we zien wel hoe dat het uitdraait. Ik kan nog even een slokje thee nemen. Zo. Ik denk dat ik een beetje uitverteld ben eigenlijk. Ik ben trouwens ook terug stevig aan het wandelen. Gisteren zijn mijn man en ik lekker gaan wandelen. Wij hebben eerst onze fiets gepakt tot in Hemiksem en daar de veerboot over de Schelde genomen naar Basel. En hebben we daar een lekker wandelingetje gemaakt. Dan zijn we met de veerboot teruggekomen en dan terug naar huis gefietst. Dus dat was een lekker actief dagje gisteren. Bijna 30 kilometer gefietst en dan nog 7,5 kilometer gewandeld. Dus ja, het was ook echt supergoed weer. Nu eigenlijk ook trouwens. Ik dacht dat vandaag wat bewolkter ging worden, maar het is best zonnig. En vanmorgen ben ik ook al terug lekker gaan wandelen. Dat maakt dat ik toch al wel, wel wat beweging gehad heb. Ik heb ook aan het kaarden geweest op mijn kaartmolen. En dat is toch ook wel... Zo één bad maken, oké. Okay. Zo'n twee bad maken, ook oké. Okay. Maar vanaf de vierde begin je dat toch wel te voelen. Dus dat is wel een beetje fitness. Maar dat is helemaal niet erg. Is er voor de rest nog iets spectaculairs gebeurd? Nee, ik denk het niet. Ik heb aan een aantal projecten gewerkt, maar ik heb ook natuurlijk aan een heleboel projecten niet gewerkt. Maar dat maakt niet uit. Ik ga toch nog één ding pakken. Ik ga hier even op pauze zitten. Ik ga nog één ding pakken. Zo, wacht, ik heb het gepakt, maar nu staat het op de grond. Zo, ik ben natuurlijk ook aan mijn Musselburgh aan het breien. En ik was nu eigenlijk vanmorgen in mijn bed ineens aan het denken van, maar ik weet het niet. Zo dat grijs en dan blauw, ik vind dat precies zo'n beetje saai. Maar als ik hem nu zie, dan denk ik, en zeker als ik hem in de camera zie, dan denk ik, nee, hij wordt toch wel leuk. Ik wilde jullie mening erover vragen. Maar nu dat ik hem zelf zo zie, denk ik van, nee, ça va. Ik vind hem eigenlijk wel oké. Okay. Dat wou hem eerst uithalen, maar ik ga dat niet doen. Ik vind hem wel tof zo. Er komen ook nog helemaal andere kleurtjes bij. Hè, dus. Maar daar heb ik eigenlijk niet aan gewerkt. Maar ik dacht even, ik ga jullie mening daarover vragen of jullie het niet... Ik dacht eerst van, hij is zo triestig. Maar het gaat goed komen. Ik zie het. Het gaat goed komen. Zo, ook aan mijn kool heb ik nog niet verder gebreid. Ja... Er zitten maar 24 uur in een dag en ik moet daar een deel van werken. Wie dat bedacht heeft. En ik moet daar ook nog een deel van slapen. Wie dat bedacht heeft. Nee, ik slaap wel graag. En ik moet ook zo nog af en toe voor mijn gezin zorgen ook. Dat is met alle liefde. Maar soms denk ik, maak het zelf jullie eten. Dan kan ik breien. Oh, dat heb ik niet gezegd. Nee, in het weekend kookt mijn man meestal. Dus dat is wel fijn. En ik heb best veel tijd om te breien en om met mijn dingen bezig te zijn. Dus daar mag ik niet over klagen. Maar ja, de dingen die je graag doet, wil je eigenlijk het liefst gewoon heel de dag doen. Alhoewel, ik doe mijn werk ook wel graag, zo daar niet van. Ja, maar toch. maar toch. Goed. Ik ga jullie laten. Het is een beetje wat korter, maar ik vind zo elke week en een beetje korter vind ik precies eigenlijk wel tof om te doen. Ik ga proberen om nog alle foto's die ik beloofd heb in te voegen. En dan, maar ja, jullie gaan nu zien of dat gelukt is of niet. Maar ik denk het wel. En dan ga ik verder kaarden en nog breien. Het is nu bijna 2 uur en als ik nog een half uurtje ga kaarden, denk ik dat ik wel het
het grootste deel gedaan ga hebben. En dan kan ik voor de rest van de middag lekker breien. Dus bye bye, tot de volgende keer. Dag.